Thomas Verheid, de kogels door de kerk. Je blijft bij ADO Den Haag. Ja, wat is je eerste reactie? Nou ja, hartstikke blij. Het heeft een aantal weken geduurd natuurlijk. We hebben natuurlijk hier een tikkie gehad even. Even op vakantie gegaan. En afgelopen week zijn we heel dicht bij elkaar gekomen. En gisteren was inderdaad de kogel door de kerk. Ja, het was natuurlijk wel spannend. Het speelde heel erg bij de club, bij de supporters. Hoeveel berichten kreeg je wel niet per dag met de vraag of je bleef? Ja, natuurlijk heel veel. Maar iedereen wilde eigenlijk dat deze ploeg een beetje bij elkaar bleef. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Maar ja, voor mezelf voelde het ook een beetje dat ik de club niet zo achter kan laten. Ik ben hier gekomen om iets neer te zetten. En dat is vorig jaar net niet gelukt. Maar ik heb echt nog de ambitie om het wel te laten lukken. Dus maar inderdaad, ik kreeg heel veel berichten ook als ik buiten liep. En, ja, deed dat nog wat met jou? Ja, tuurlijk. Het was natuurlijk een hele hectische periode even. En ik ben gewoon heel erg gemotiveerd om het nu wel te laten slagen. En ik hoop dat heel de ploeg daar dat ook gaat hebben. Ja, als voetballers zo goed presteren, zoveel goals maken, ja, dan komt er natuurlijk heel veel interesse kijken. Waarschijnlijk heb je ook heel veel aanbiedingen gekregen. Maar waarom heb je dan toch gekozen om hier te blijven in Den Haag? Nou ja, wat ik zei, het voelt nog een beetje als een onafgemaakt hoofdstuk. Sowieso, Den Haag is natuurlijk mijn club. En van die interesses, dat is allemaal een stukje weg. Hè. Sommigen wel 12 uur vliegen en alles. En in mijn privé situatie was het ook een beetje. Ik heb 2 kinderen, die zouden hier blijven. En daar zat ik niet op te wachten. Dus het was eigenlijk al wel redelijk snel duidelijk ook dat ik hier wilde blijven. En het hier wel goed wil afmaken. Nou ja, op social media zijn natuurlijk de reacties fantastisch. Iedereen is er heel blij mee. Zelf post je ook wat op social media met clubliefde bestaat nog. Ja. Wat betekent deze club voor jou? Ja, nou ja, dat heb ik natuurlijk geplaatst omdat je vaak hoort dat ze zeggen van joh, spelers, hè, die gaan maar en geen clubliefde. Maar ik heb het wel echt. Dus dat betekent heel veel voor mij. En ja, ook inderdaad al die reacties nu, dan merk je toch wel dat ik hier eigenlijk gewoon hoor en ik hoop hier gewoon wat moois neer te zetten. Dat is alles wat ik hoop. Ja, dan begint over 2 dagen de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Kijk je er naar uit? Ja, ik moet zeggen dat ik door de hectiek ook. En we hebben 3,5 week vrij of zo, dus dat is niet heel veel. Maar met die hectiek, ik heb niet echt een vakantiegevoel gehad. Maar dat maakt niet uit. Ik heb er altijd zin om te voetballen. En zondag gaan we gelijk knallen. Dus voor de supporters, Thomas Verheid is alweer klaar voor een nieuw seizoen? Ja, altijd.